Premium Team of the Week pakket. Geef me een walkout. Ik heb een walkout. Oh mijn god, betekent dat het Lewandowski heeft? Yo mensen, Groen van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met mijn rewards van de week. Ik heb zowel de Vision Rive rewards, ik heb een Champions League pack en mijn Weekend League rewards. Ik hoop jullie daar een beetje zin in hebben. Vind je dat leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Ik weet zeker dat als je een duimpje omhoog dat we een goede speler gaan packen. Dus wil je nou zien dat ik een walkout pack? Doe dan even een duimpje omhoog. En dan packen we naar en gaan we gewoon een icon pack. Mensen, ik heb het. Ik dacht van ik wil rank 1 halen, maar ik haal het niet. Dus dat was echt vrij vervelend. Dus nu heb ik de optie om of 2 mega pakketten tradable of 4 mega pakketten en ik ga een keer voor de tradable pakketten aangezien ik coins wil. En dan kan ik wel voor de 400k gaan, maar daar schiet niks meer op. Ik heb gewoon coins nodig en ik ga gewoon hopen dat ik wat goed spek. Gewoon een goede speler, 2 mega pakketten. Laten we gewoon hopen dat daar wat lekkers tussen zit. Ja, rank 3 is niet heel best, ik weet het. 2 mega pakketten is trouwens niet heel erg slecht of zo, maar gewoon prima. En ik heb dus ook nog zo'n Champions League pack. Maar laten we eerst maar die 500k pack doen. Er zijn ook best wel goede informs. En zag ik natuurlijk de Weekend League pack met daarin. Ja mensen, je gelooft het niet natuurlijk. Volgens mij 4 spelers die ik mag kiezen. Oh jongen, als ik Lewandowski krijg of Martial. Ik heb eigenlijk liever Martial, dan ben ik echt fucking blij. Laten we maar de eerste 500k pack gaan openen. Kom op. Geen walkout. Informp je dan? Iets van coins nog? Oh, geen eens borden. Oh, wat erg. Rugani. Oeh, wat slecht. Hoop je zo erg dat je nog iets krijgt, is dit. Oh. Toko Ikambi. Mensen, al die kleine coins, die helpen gewoon mee, hè. In het halen van een icon. Kijk, het is gewoon 900 coins waard, Vitolo. Vitolo, bedoel ik. Vitolo. Deze vent, gewoon hartstikke veel waard. Zal wel ergens met een squadbone challenge duur zijn of zo. Hoppa, verkopen die handel. Ravet, ja, 600 coins. Alleen nog rest zijn ziek van waard nu. Omdat het nu die squadbone challenge is met die Champions League spelers. Die zijn zo afgelopen als je deze video kijkt, dus dan heb je er geen reden aan. Maar die zeker de 78 plus non-rares zijn echt fucking veel waard. Echt lekker. Kom op, de tweede. Kom op, geef me nu een walkout. Kom op, je kunt het idee. Ik weet dat het kan. Ah man, serieus. Wel borden? Ja, wel borden. Oké. Okay. Oh, ik krijg een inform. Lekker. Servië, spits. Ja, dat is niet veel dit, hè. Wie is dit? Jovic. Nee. Helaas, niet heel erg best. Oh, en Carvajal. Oké, is zeker niet slecht. Nee, is echt discard. Doen we naar mijn transferlijst. Misschien heb ik hem ooit nog nodig ergens voor. Carvajal is wel 5k, dat is wel lekker. Had ik toch beter voor de coins kunnen gaan, hè. Hadden jullie waarschijnlijk van tevoren ook wel geweten. Ja, had ik eigenlijk ook wel geweten van tevoren, als ik heel eerlijk ben. Maar. Oké, nou, alle squad. Ik heb wel weer lekker veel conditie-items. Daar ben ik dan wel weer blij mee. Want die kan je natuurlijk gewoon gebruiken in de Weekend League. Dus dat is wel chill. Dat is wel lekker, ja. We willen een Champions League packie. Let's go, laten we hem openen. Ze zijn tradable, deze spelers. Dus EA, geef hem een walkout. Geen walkout. Oh. Geef me dan wat goeds gewoon. Wel borden. Oké, okay, dat is wel lekker. Ik weet niet of dat fijn is. Oh mijn god, Verschalko. Oh, wie is dit? Oh ja, Verschalko, hè. Ja, dit is echt helemaal niks. 82 rated. Wat heb je eraan? Dan moet ik zeggen, deze squad challenge kost wel echt geen 1 drol. Dus dat is wel lekker. Oh, dat is gewoon 15k. What the fuck? Maak je gewoon een dikke profit. Ik maak gewoon een dikke profit op deze squad challenge. What the heck? Nou, ik ga ze nog niet discard. Want misschien zijn ze nog wel gewoon oké of zo. Ooit. In ieder geval, mensen, dit waren deze packs. Ik kom straks weer terug met de Weekend League Awards. Kom op, dan ga ik een eigen packen, jongen. En niet normaal. Oh, nu al blij. Lekker. Oké, mensen, de tijd is gekomen. Eindelijk. Yes. Elite 3. Want ik ben een fucking beast. Weekend League Rewards. Lekker zeg. We gaan ze openen. We krijgen dus volgens mij 3 player picks. Dacht ik. En dus een 100k pack. En een Team of the Week pack. Die we gewoon gaan openen. En zeggen van. Oh, Team of the Week is slecht. Ja, joh, bullshit. 70.000 munten ook. Jezus, wat een geld. Dat is eigenlijk best wel lekker. 70k. Echt voor mijn road to mijn icon is dat best wel lekker. Ik hoop gewoon dat ik wat goed specs. Dat ik een icon kan kopen. Dat is gewoon het enige wat ik hoop. En ik hoop dat ik hier Martial of Lewandowski krijg. Martial zou ik echt fucking blij mee zijn. Dan heb ik een nieuwe super sub. Geef me Martial. Kom op. Oh. Oké. We hebben Vecino. Nou, die kan natuurlijk geen types van. Hebben we niks aan. Hebben we Lala. Die ga ik denk ik kiezen. Gewoon puur omdat hij 84 is. Hij is best wel snel dan. Waar speelt hij? In de Liga? Bij Strasbourg. Oké. Okay. Hij heeft best goede stats. Op zich wel een aardige speler. En hij is dus 84. Dus voor een eventuele squadbone challenge kan je die wel aardig gebruiken. Maar toch, ja. Had toch. Ja, ik hoop toch echt op die Martial of Lewandowski. Kom op. Oh, dat is echt slecht. Oh, je ziet het al. Er komen die slechte spelers. Dit is zo slecht. Holy shit. Ze moeten we toch wel minimaal 1 goede speler. Wat is dit nou? Kader Rabek. Lodero Pacheco. Ik is. Zeng Long. Ik vind Zeng Long een leuk uitzien. Lijkt me een hele aardige fan deze gast. We gaan voor Zeng Long. Laatste van allemaal. Zeng Long, yes. Oké, kom op. Jee, gun mij alsjeblieft. Kom aan. Ah, vuile teringhonden. Oh mijn god. Jovic, die heb ik al gepakt. Vecino, ja, we gaan nu al gewoon voor de hoogste. Ah, wat is er trouwens rechts bij zijn kaartjes? Oh, zijn handschoen. Vecino. Ik heb gewoon 2 keer Vecino als optie gegeven volgens mij. Wat slaat dit op? Deze zijn echt slecht. Ah, oh, wat een slechte dingen reward waar dit zegt. Oi. Wel 70k, dat is sowieso wel lekker. En nu komen dus nog de packies uiteraard. Laten we maar beginnen. Eerst 100k is Premium Team Week. Laten we maar beginnen met 100k pack. Komt-ie dan? Kom op, geef me een walkout. Huh? Geen walkout. Oh, ik haat mijn leven. Oh. Wel borden. Oké, wel borden. Wat krijgen we? Duits. Center mid. Paris Saint-Germain. Draxler. 83 Draxler. Oh. Dit is echt heel erg. Dit is echt heel erg erg. Jezus, slecht. Nou, we krijgen Draxler. Voor de rest krijgen we helemaal niks. Gewoon echt
helemaal niks. Niemand van deze spelers is ook maar iets waard. Zo, Wijnaldum is een K. Een K. Nou, ik discard gewoon iedereen. Gewoon uit frustratie. Voordat wel dat je met die Team of the Week spelers minimaal 30k krijgt. En ik krijg natuurlijk wat meer, want ik krijg Lewandowski. Gun mij mijn Lewandowski. Kom, daar komt premium Team of the Week pakket. Geef me een walkout. Ik heb een walkout. Oh mijn god, betekent dat ik Lewandowski heb? Ik weet niet of dat de enige walkout is. Of Maris is ook een walkout. Oh, Maris. Oh mijn god. Ik dacht echt dat ik Lewandowski had. Maris is ook ziek hoor. Maris is ook fucking lekker. Zo, ik schrok me even dood. Oh, wel een walkout. Let's go. Oh, Maris is echt goed hoor. Maar, oh, ik mijn hart even jongen. Oh, ik heb zo hard iets gedaan dat mijn beeld het niet meer doet. Ah, daar is mijn beeld weer. Oh, Maris, ziek hoor. 5 soort skills, hoeveel is hij waard? Oh, lekker, meer dan 100k. Lekker zeg, meer dan 100k, Maris. En we krijgen, oh, weer Zheng Long. Oh, wat een beast. Ik ben eigenlijk misschien wel blij met Zheng Long dan met Maris. Holy crap, wat lekker dit. 1 van de 2 walkouts volgens mij. Oh, wat lekker. Mensen, ik ben hier echt heel erg blij mee. Ja, ik ga die vent gewoon verkopen, maar ik hou hem nog wel eventjes. Die Mata hebben we ook nog. Nou, daar kan er echt reet van. Ziet er trouwens wel gevaarlijk uit. Hij zou vast wel strength hebben. 82. Nou, valt me nog best wel tegen eigenlijk om eerlijk te zijn. Oh, die pack was echt goed. Ik ben echt blij met dat packie. Dankjewel. Duimpje omhoog voor jou. Maresje erbij. Heerlijk. Wat ik nu al ga doen, anders is de video volgens mij vrij kort. Is nog een paar SBC'tjes. Want we hebben... Wat is dit nou? Zo lanky. Waarom zou je hem willen überhaupt? Ik ga nog even wat squadbone challenge doen en daarvan de packs laten zien. Besef hoe dit heet. UEFA Champions League zeldzaam of UEFA Champions League gewoon spelers. Gewoon. Oké, ik ga deze dingen even doen. En dan zie ik jullie zo bij de packies. Oh, Maris. Lekker. Come on, yeah. Oké, mensen, ik heb nog een paar kleine squadbone challenge voor jullie gedaan. Ik heb de marquee matchups heb ik gedaan. Ik dacht, dat vinden jullie vast wel leuk. En ik heb er nog één gedaan, namelijk het ultieme podium. Dit is best wel duur, alleen je krijgt er wel 45k pack voor. Dus dat is op zich best wel lekker, Gerard. Laten we maar inleveren. Ja, dit is, ik denk dat die wel 10 tot 15k kost of zo. Maar je krijgt er wel 45k pack voor. Dus dat is op zich wel lekker. Die gaan we straks openen. Eerst even de... Waar staat die zo in, hè? Staat die zo eigenlijk? Is dat bij live? Ja. Kijk, ik heb ze alle 4 gedaan, jongens. Want ik ben echt fucking beast. Deze dingen kosten echt geen reet, denk ik. Misschien ook wel. Ik heb geen idee, maar... Wil je team zien? Ik heb ingeleverd. Dan moet je heel snel pauze drukken. Gast, meen je dit? Krijg een zilver pack daarvoor. Jongens, jongen, daar doen we het. Ah, nee. Dan heb ik de cam van dat team heb ik al ingewisseld net. Ah. Inlever Jan, de Mounir als Barça speler. Kijk, dat is nog eens goed gebruik, maar... Ga nou even weg. Wat denken we ervan? Oké, kom op. Volgende. Hier heb ik nog geen. Weg. Hop, weg ermee. Lekker. Kijk, voor die eerste een zilver. Ik krijg ook sowieso een zilver pack voor deze. Sowieso zilver pack. Kan niet anders. En ik heb hem nu ook gehaald. En dan krijg ik een. Oh, 50k pack. Oké, dat is wel lekker. We hebben wel weer het goede package nu. Laten we hopen dat we nog even een walkoutje packen. Mijn pakketten. Laten we beginnen met die zilver. Die is echt slecht. Maar 1 zilveren. Oké, ik ben hier blij mee. Geen walkout in een zilveren pack. Jammer, jammer. Baal ik van. Ik had het eigenlijk wel verwacht. Maar gewoon jammer. Lacroix. Jij bent niks waard. Die zilveren mensen, echt, kijk, mensen zoals hij, 2700 coins, daar wordt coins over gezet, of is hij echt zo duur? Nee, wat zijn goedkoopste buy nou is dat gewoon. Hij wordt gewoon geprijsfixed, deze gast. Dus ik zet hem gewoon op voor 2400. Misschien wordt hij wel gekocht. Ik blij, jij blij, iedereen blij. Bet naar rek, deze speelde toch echt een keer in Nederland, heb ik, voor zover ik me kan herinneren. Deze man is niet waard. Wilson, ook niet. Pornograzic, nope. En kicken, echt kicken, joh. Oké, laten we maar doorgaan naar het volgende pakje. Nu hebben we 2 spelers gouden zeldzaam pakket. Even kijken, wat is dit? Maar dit is echt slecht, laten we deze maar eerst openen. Electrum pakket. Die is echt ook geen walker, want dan krijg je ook zilver in. Nou, wie wil er nou zilver in een pack? Even serieus. Geen Bordeaux ook, wie krijgen we? Spaans, rechtsmid. Pablo Sambia. Helemaal niet blij mee. Ja, ik zou dit wel gewoon in mijn club, want ik kan het misschien ooit nog wel gebruiken, weet je wel. Die spelers, ja, die kan ik misschien ooit nog wel wat mee. 2 zeldzame gouden spelers. Een klein gouden spelerspakket. Er zit ook geen walker in. Welkom in deze nieuwe ASMR video. Ook geen borden. We krijgen CVM. Doucouré, het is echt fucking goed. In de game. Nou ja, tenminste de eerste week dat ik hem gebruik. Een heel klein pakketje inderdaad. Het is wel gewoon een K waard. Het is gewoon lekker. Kijk, kan je zeggen wat je wil. Het is gewoon lekker. Nou, discard die handel, weg ermee. We hebben nu al 3 packs. Een gouden premium pakket. En dan laten we eerst deze gouden zeldzame spelers pakket. Geef maar even een walker. Doe het maar. Hop. Baal ik van. Nou, eentje is rare sowieso. Oh, ik krijg borden zelfs. Oh, ik krijg zo borden en 2 spelers pakket. Frans, CM. Oh, Tolisso. Is het tradable? Oh, Tolisso is echt helemaal niet hoog. Echt die 86. Een van de manieren dacht ik dat Tolisso 86 was. Nee, dan was hij waarschijnlijk een walkout geweest. Hij is wel tradable. Kijk, het is echt geen reet waard. Ja, ik moet zeggen, teleurstellend. Misschien nog niet zo teleurstellend als dat ik dacht dat ik Lewandowski had gepakt. Maar wel vrij teleurstellend gewoon. Je hebt nog de gouden premium pakket en het topspace pakket. Nou, eerst deze. Geef me maar even dat lekkere sappige walkoutje. Baal ik van. Oh, heel slecht. Oh, CV. Gabriel Paulista. Arsenal was hij eerst. Als ik het goed kan herinneren. Wat ik zeker doe, want ik weet vrij zeker dat hij van Arsenal. Oh, die Williams is een spits. Wat de fuck? Hij had ook veel skills, toch? Of niet? Ja, 4 star. Oh, lekker kaartje wel. Ja, geen drol waard verder. Nou, wel toch, ik denk wel een mening. Gabriel Paulista. 800 mensen voor 800 coins kunnen we gewoon oppikken. En ik weet zeker dat jullie dat willen. Diop, 800 coins. Pik hem op, uitverkoop bij DNPNL. Veerman. Ja, 1100 coins. Geen idee hoeveel die waard is. Maguire. Oh, die is gewoon oprecht 1100 coins. 1300 mag je hem hebben. Kijk, alle spelers zijn gewoon meer dan een discard. En je verdient gewoon 2 keer zoveel coins als je ze gewoon niet discard. Het is wel oprecht wel gewoon wijsheid om
Dus niet te discarden. En dan raad ik ook niet aan om je space te discarden. Zeker niet als je gewoon een beetje op je coins wil letten, zoals ik. Maar ja, ik wil gewoon een icon. Met haar trouwens, mensen. Ik bied mijn excuses hiervoor aan. Mijn oprecht gemeende excuses. Oh, 1500. Zo. We hebben goed dat ik doorkeek. Anders had ik hem nooit voor zoveel erop gezet. 1500 coinjes voor Doerm. Lekker meenemen. En dan komt hij dan al laatst. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik krijg geen walkout. Ik heb het gevoel niet dat een walkout. Nee. Oh, slecht. Oh, geen borden ook. Oh, Kim. Oh, wat slecht. Borja Valero. We hebben in ieder geval wel Mares gepakt. Daar ben ik tevreden mee. Wil je dan zien dat ik live ga met de Fut Weekend League? Misschien vanavond al. Doe dan zeker een duimpje omhoog op deze video. En dan zie ik jullie bij mijn livestream. Waar we heerlijk veel potjes gaan winnen. En Elite weer gaan halen. Elite 2 deze keer gaan we voor. Mensen, ik zeg bedankt voor het kijken. Zet ik vooral niet op de volgende keer. Wil je meer van zien? Klik dan hier of hier. Wil je mij abonneren? Kan ook klikken hier. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.